crash van Leni het Hart in het Groningse Pieterburen wordt vervangen door een nieuwe met veel meer ruimte en mogelijkheden. Voor de bewoners had dat tot gevolg dat ze hun vertrouwde bassins moesten verlaten. De zeehonden, 12 in totaal, werden veelal ernstig verzwakt op het wad of aan de kust gevonden. Ze blijven 3 maanden tot een half jaar hier om aan te sterken. Nee, Ida. Je weet niet eens waar je heen gaat. Als je dat wist, dan was je zo weg. De bouw van het nieuwe domein heeft 6 ton gekost. 380.000 gulden hiervan kwam van het Wereld Natuurfonds uit de actie Geef om de Natuur. Het overige van de ministeries van CRM en Landbouw en van de kustprovincies. De jonge zeehonden lijden vaak aan zware infecties als gevolg van de sterke verontreiniging van de Waddenzee. Als ze hier voldoende weerstand en een dikke speklaag hebben gekregen, gaan ze terug naar zee. Leni het Hart, voor wie de verzorging van de dieren een hobby is, heeft in de afgelopen 7 jaar zeker 200 zeehonden van de dood gered.